Nee, ik dacht dat wij het dieptepunt hadden bereikt met het eerste. En blijkbaar is vandaag, zijn we nog dieper gezakt. Ja, dat is een hele kwalijke zaak. Natuurlijk blijf je positief en strijdbaar. Maar je hebt uit de laatste 14 wedstrijden 2 punten gepakt. Ja, het is ook niet veel. Nee, maar ja, wat moet ik dan doen? Nou, de handdoek in de ring gooien en zeggen van we kappen ermee met z'n allen. Volgens mij is dat geen optie. We zijn met dit team, we moeten met deze jongens doen. Dus het is het enige wat we kunnen doen, strijdbaar blijven. Dus ja, dat doen we ook met z'n allen. Wat gebeurde eigenlijk bij die 0-3? Ja, hij nam hem volgens mij niet helemaal goed aan. En ik wilde eigenlijk een signaal aangeven aan mijn ploeg van ja, laat zien dat je er bent. En je mag ook best een keer wat uitdelen. En niet met de intentie om een rotschop te geven, maar gewoon een keer in het duel een keer goed aan te pakken. En ja, tot mijn verbazing trekt hij een rode kaart. Ik heb de beelden niet teruggezien, dus ik kan absoluut niet zeggen of hij terecht was. Maar ik had absoluut niet de intentie om hem een rotschop te verkopen, maar meer de intentie om een signaal af te geven naar mijn eigen team van ja, kom op en laat zien dat je er bent. En ja, er mag wat gebeuren. Heb je alles al geprobeerd wat je kon proberen? Ja, de afgelopen maanden natuurlijk wel. Links en rechts natuurlijk wel wat trucken uit de kast gehaald. En we hebben ook fases in de competitie gehad dat we het gewoon heel goed voor elkaar hadden. Alleen hebben we onszelf niet beloond. En daar kom je nou eigenlijk van terug. Jij jezelf dit nog rechttrekken? Ja, dat mag voor mij ook een ander doen, maar ik ben strijdbaar en we gaan gewoon door. Want wij geloven nog steeds in een goed einde voor Achilles 29. Alleen, er zal natuurlijk wel het een en ander moeten gebeuren. En ja, en dat zal gewoon daarin keihard gewerkt moeten worden, maar ook slim gewerkt moeten worden. En wij moeten mensen hebben met de volle overgave die in een goed eindresultaat geloven.